Hoi Nietje en Anam, ik ben Shiva Maya en deze video gaat over completion. Ik heb in andere video's al vaker completion genoemd. Dus in deze video leg ik graag uit wat completion eigenlijk is en hoe je het kan toepassen. Het is de meest geweldige techniek vanuit de Vedische traditie. En ik heb een hele hoop zelfhulp, zelfheling technieken uitgeprobeerd voor mezelf. Ik ben ook een tijd werkzaam geweest in het sociaal werk. Dus allerlei methoden ook ontdekt en gebruikt daar voor anderen. Om hen te helpen met allerlei oplossingen voor problemen in het leven. En completion, definitely is de allerbeste. Waarom? Omdat het echt iets oplost, echt iets transformeert. Het is niet alleen een kwestie van positief denken of een techniek die je kan toepassen voor een bepaalde situatie. Maar is de situatie anders of het probleem anders, dan heb je weer een andere techniek nodig. Dit kan je overal op toepassen. En het transformeert je echt diep van binnen. Hoe werkt de techniek dan precies? Nou, er zijn eigenlijk meerdere vormen van completion. En om de basis ervan te snappen, moet ik even uitleggen wat is een incompletion. Een incompletion, dat is een overblijfsel uit het verleden, wat in het heden aanwezig is en je toekomst belemmert. Of iets in je toekomst belemmert dat je graag waar zou willen maken. Het heeft te maken met een incident, een gebeurtenis in het verleden, waar je een verkeerde conclusie hebt getrokken over jezelf of over de wereld. En die verkeerde conclusie, vooral als die gepaard gaat met heel veel emotie, als je bijvoorbeeld heel erg verdrietig bent of heel erg boos, en in die emotie maak je een bepaalde conclusie. Ik zal een voorbeeld van mezelf geven. Ik had bijvoorbeeld was gesloten in vriendschappen en in familierelaties voor een groot deel van mijn leven. Ik was heel spontaan en vrij in contact naar buiten toe. Maar om mij echt te leren kennen, had je een koevoet nodig om ertussen te komen, zeg maar. En dat belemmerde mij eigenlijk best wel, vooral in de meeste intieme relaties. Wilde ik graag wel wat meer open zijn en makkelijker dingen delen. En ik had ook wel heel erg door dat anderen dat ook vaak een stuk prettiger vonden als ik gewoon daar open over was, wat me echt van binnen bezig hield. Maar ik had het gevoel dat ik dat nou gewoon eenmaal niet kon. Op het moment dat dat ter sprake kwam of aan de hand was, klapte ik een soort van dicht. En in Inner Awakening vond ik uiteindelijk uit, toen ik over dit completion proces leerde, hoe ik dus terug kon gaan naar de eerste situatie waarin ik een conclusie trok, die vervolgens voor dit patroon zorgde. En dat was een hele simpele situatie eigenlijk. Toen ik een jaar of 6 was, was ik verliefd op een jongen die een paar straten verder woonde. En dat was de allereerste keer dat ik die emotie had. En dat voelde dus heel erg persoonlijk. En toen heb ik één vriendinnetje daarover in vertrouwen genomen, dat aan haar verteld. En tegen haar gezegd dat ze dat vooral aan niemand anders mocht vertellen. Ik wilde dat graag voor mezelf houden, omdat ik het zelf nog aan het ontdekken was. En toen kwam ik de volgende dag op school. Toen bleek dat ze het de hele klas had verteld. En iedereen riep zijn naam toen ik binnenkwam. Nou, ik kon wel door de grond zakken. Ik voelde me zo ontzettend verraden op dat moment. En daar trok ik dus de conclusie van oké, het is dus geen goed idee om iets wat gevoelig ligt voor mij te delen met anderen. Dus dat zal ik nooit meer doen om mezelf te beschermen tegen de pijn die ik nu voel. En vrouwen of meisjes zijn niet te vertrouwen.
En die twee conclusies hebben een hele hoop impact in mijn leven gehad. Want op die conclusie heb ik steeds opnieuw mijn gedrag gebaseerd in dat soort situaties. Dus die geslotenheid van mij, die kwam puur en alleen vanuit die conclusie. En die diepe emotie, die zorgde eigenlijk voor, dat is een soort van superglue, superlijm. Waarmee die conclusie in je systeem wordt vastgeplakt. En vanaf dat moment is het een soort van bril die je op hebt, waardoor je naar de wereld kijkt, zonder dat je nog doorhebt dat je überhaupt een bril draagt. Dus je bent je helemaal niet meer bewust van die conclusie. Je reageert nou eenmaal gewoon op in een bepaalde manier. Nou, de completion techniek gaat erover dat je zo'n verkleerde conclusie kan opsporen. Gewoon door je af te vragen, waar heb ik dit gevoel eerder gevoeld? Dan komen er vanzelf eerdere situaties omhoog. En met de eerste die je kan herinneren, daar ga je naar terug. En zonder, zeg maar, je intelligentie van nu te gebruiken. Want het is heel makkelijk om daar dan nu op terug te kijken en daar een oordeel over te hebben of een mening. Maar die laat je voor wat het is. Je gaat terug naar die situatie en hoe je je toen op dat moment voelde. Daar ga je even bij stilstaan. En dan, als je dat in die ervaring weer zit, dan laat je die emotie er gewoon uit. Totdat het heel duidelijk wordt wat die conclusie wordt. Wat de conclusie was die je in die situatie getrokken hebt. Als je die conclusie ziet, kun je jezelf simpel afvragen, is dit waar? En is het de enige manier om deze situatie te bekijken? Dan valt automatisch die conclusie van je af en ontstaat er ruimte om een nieuwe kijk op de situatie te ontwikkelen. En je zult zien, oh ja, nee, ik had ook zo kunnen reageren of ik had ook die conclusie kunnen trekken. Ik had er ook zo mee om kunnen gaan. En dat is letterlijk de bevrijding van je incompletion. Nou, dan ontstaat die ruimte om iets nieuws te kiezen, die moet je opvullen. Want anders dan slipt die oude cognitie weer terug door de achterdeur en dan zit je er alsnog weer mee opgescheept. Dus het is heel belangrijk dat je dan een nieuwe manier om naar die situatie te kijken besluit voor jezelf. Zoals ik bijvoorbeeld deed door te zeggen van nou, het is ik ben compleet veilig om alles wat me bezighoudt te delen met wie ik maar wil. Dus dat is nu de bril waarmee ik naar de wereld kijk. En dat heeft me ontzettend getransformeerd. Ik bedoel, eerder zou ik never, never, never nooit dit soort YouTube-video's hebben gemaakt. En mijn persoonlijke ervaringen hebben gedeeld. En nu doe ik dat. En ik weet niet eens wie er kijkt. Daar heb ik geen controle over. Nou, dat was eerder ondenkbaar. En nu boort dat tot de mogelijkheden. En heb ik gewoon die keuze. Dus completion bevrijdt je, heelt je en maakt allerlei nieuwe dingen mogelijk. Want uiteindelijk, alles is mogelijk. Swamiji zegt het keer op keer, mijn guru van wie ik deze techniek heb geleerd, Sri Paramahamsa Nityananda. Hij zegt het keer op keer, alles is mogelijk. Dus overal kan je met die completion techniek je werkelijkheid shiften van impossible naar I'm possible. Leuke woordgrap. Impossible to I'm possible. Je kunt alles mogelijk maken en manifesteren als jouw werkelijkheid door het toepassen van deze techniek. Nou, als je ook met de diepste fundamentele basispatronen van jezelf aan de slag wil, of je wil met relaties aan de slag waarvoor je ook completion technieken kan toepassen, dan is Inner Awakening het programma om daar alles van te leren en om ook de initiatie in completion te krijgen. Wat het heel makkelijk maakt om die techniek toe te passen. Maar je kunt er nu ook alvast een oefening mee doen met de uitleg die ik je heb gegeven en het voorbeeld. Weet ik zeker dat je zelf situaties kan bedenken waarop je dat kan toepassen. En ik wens je veel succes daarmee.
En laat even weten, als je het hebt toegepast, wat je ervaring was. Vind ik heel erg leuk om te horen. En dan zie ik je graag in een van de volgende video's. En als je lid wordt van mijn YouTube-kanaal, dan krijg je automatisch een e-mailtje als er weer een video online is. Dus doe dat vooral als je op de hoogte gehouden wil worden. Tot de volgende keer. Doeg! Nietje en Nam.